Vandaag een nieuwe Op Pad met Niels, want we hebben iemand, een speciale gast in de auto. Wat is uw naam? Ewas. Ewas, kun je jezelf voorstellen wie je bent en wat je allemaal doet? Ja, ik ben Ewas. Ik woon al 17 jaar in Bijlen. Ik kom zelf uit Afghanistan. We wonen met een familie hier in Bijlen. Ja. En het bevalt hier goed. Niels ken ik van voetballen, maar nu ook van YouTube. Dus hartstikke leuk dat ik weer Niels uitgenodigd ben. Ja, want ik ken jou natuurlijk toen je heel wat jong was. Want ja, ik heb jou ooit getraind vroeger bij Bijlen. Zeker. En volgens mij ben je nog jeugdtrainer geweest vroeger. Ik ben ook jeugdtrainer geweest. Ja. Alleen wegens blessure moest stoppen. Ja, dan. Klopt. Ja, je hebt veel maatschappelijke dingen gedaan hier in Bijlen. Maar dat is toch altijd leuk. Leuk, klein, gezellig dorpje, dus hartstikke leuk. Ja. Hey, wat doe je voor beroep precies? Ik werk bij een tuningsbedrijf, dus wij tunen auto's. Ja, ja. Oh, ik heb ook telefoon. Nee, die bel ik straks wel even terug. Okay. En wij tunen auto's, dus auto's opvoeren. Maar dan wel, het is wel gewoon toegestaan. Ja, het enige ja. wat niet toegestaan is van de autofabrikant. Dat is het enige, maar voor de rest via de wet kun je gewoon tot een bepaalde grens auto's sturen. Oké. Dus het mag allemaal? Ja. Oké, dat is prima. En ik werk daar ook al best wel lang. Ik werk inmiddels daar ook bijna 10 jaar. Eerst heb ik bijbaan begonnen. En inmiddels dagelijks vastwerken. Oké. Ja, heb je wat met auto's? Ik vind autorijden leuk. En zeker als je gaat tunen, soms ga je ook wel met auto's naar Duitsland. Dat is wel heel leuk om een beetje hard te rijden in Duitsland. Dus jij kent zeg maar de techniek van een auto, hoe het allemaal in elkaar moet. En hoe je dat nou zeg maar kan uitvoeren in bepaalde... Ja, kijk, tuning heeft te maken met, je gaat het programmeren. Dus je gaat eigenlijk in wezen het programma van de auto ga je aanpassen. En dat kan op verschillende manieren. En wij doen het op... verschillende manieren. Je kan het hoofdcomputer herprogrammeren, maar je kan het ook extern doen. Dus er komt een kleine computer erbij. Ja. Die zorgt ervoor dat de auto veel mooier en soepeler draait. Mooi. Als je bijvoorbeeld caravan erachter wil zetten. Kijk. Je auto heeft te weinig vermogen, dan gaat het veel makkelijker. Het moment is En waar doe je dat precies? Ook gelijk reclame voor je bedrijf, zou ik zeggen? Ik werk bij Ventura Tuning. Ossenbroeken. In Bijlen. Het drukt zeker of niet? Ja, het draait best wel goed. We hebben heel veel klandizie van zowel originele merkdealers als ook heel veel klanten internationaal, maar ook in Nederland. Ja. Mooi om te horen. Ja, Ewas, ik ken je al een aantal jaren inderdaad. Ik was een vrij groot fan van jou qua voetbal. Altijd inzet. Af en toe moest ik even in toom houden, dan was je weer zo fanatiek. In positieve zin bedoel ik dat dan. Mooi om te horen. Ik heb altijd geprobeerd toch wat ik aan techniek niet had, probeerde ik dat met inzet toch te laten zien dat ik wel wat kon doen. Dus, dat deed je heel goed. Heel trots op jou. Ik vind het zelf persoonlijk wel belangrijk. Ja. Mooi om te horen. Hey, want we zitten ook natuurlijk voor een andere. Want je hebt ook nog een zus en een moeder. Jouw zus heeft een zaak hier in Bijlen, hè? Ja, absoluut. Kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn moeder die heeft altijd, toen wij in Afghanistan woonden, mijn moeder die maakte dan kleding voor de mensen, reparatie, maar ook bijvoorbeeld gordijnen en zo, maken. En op een gegeven moment kwamen wij in Nederland. Eerst moest mijn moeder, wij ook moesten al wat Nederlands leren. Toen we dat redelijk onder de knie hadden, is nu sinds een jaar mijn moeder en mijn zus eigen bedrijf begonnen. Ja. En in Bijlen hadden we dat niet. Dus dan kunnen we op die manier ook mensen helpen met kleding vermaken en maken. Maar ook gordijnen, andere dingen als je nodig hebt, bijvoorbeeld ritsen. Dus je ritsen in je jas kapot, kun je gewoon netjes voor jullie klaarmaken. Dat het bedrijf zit tegenover de gemeentehuis. Ja, dus in plaats van dat je gelijk een broek weg gaat gooien, gaan deze mensen de broeken maken. Dat is veel ook beter. Het is ook goedkoper, maar het is ook goed voor het milieu. Maar aan de andere kant is het ook goed voor de portemonnee. Ja, voor zeker. Voor dezelfde geld kan je geen nieuwe broek kopen, maar voor een klein bedrag kan je dat wel laten repareren. Ja. En ze kunnen alles maken, dus waar zeg maar scheuren of gaten in zitten. Ja. Okay. We doen de reparaties, mocht je nieuw willen, we kunnen ook nieuw maken. Ja. Stofferen van de meubels doen we ook. Bijvoorbeeld voor de caravans krijgen we heel vaak de laatste tijd. Dat je binnenkant de staal van een caravan wil veranderen, doen we dat ook. Gordijnen op maat maken. Okay. Of voorstellen dat dus zeg maar, stel je gaat verhuizen, je wil je gordijnen meenemen naar het volgende huis, het zijn te lang, je wil hem kleiner, korter hebben, dan kun je
voor jullie regelen. Oké. Ja. En doen ze dat met z'n tweeën? Ja, mijn moeder en mijn zus doen dat voornamelijk. Okay. Ik help ze af en toe met, zeg maar, met folders. Ja. En als iets in de marketing of zo moet gebeuren. Ja. Ik ben er niet zo goed in, maar ik probeer er wel een beetje iets voor te doen. Mooi, ja. Mooi. Ze zitten tegenover het gemeentehuis, jongens, in Bijlen. En ja, ik ben er geweest. Hartstikke grote en mooie nette zaak. Waar je klantvriendelijk wordt geholpen wordt. En met name ook heel veel expertise. Ik vind ook dat jullie dat je goed, ook goed advies geeft. Ja, hoe dat er dan uitziet en zo. Voor ons is het belangrijkste. Wij kijken altijd van hoe wil je zelf geholpen worden als je ergens heen gaat. Zo proberen we ook onze klanten te behandelen. Ja. Dus op die manier krijg je wel advies wat je zelf ook graag zou willen. Ja, ja. Hebben ze het druk? Gaat het goed? Het zit de hele tijd wel groei in, alleen niet iedereen kent het nog. Nee. We hebben wel heel veel klanten die goed tevreden zijn en die vaak terugkomen. Mooi. En mooi. Ja, we hopen dat we steeds meer krijgen. Alleen de mensen die bij ons komen zijn allemaal positief. Dus dat is wel een goed begin. Ja, ja. Heel mooi om te horen. Heel mooi om te horen. Dus allemaal naar de zaak gaan. Tegenover het gemeentehuis. Zijn ze alle dagen, vijf dagen in de week open gewoon door de week? Ja, we zijn van maandag tot met zaterdag open. Zes dagen zelfs. Zes dagen. Maandag zijn we vanaf 12 uur open. Voor de rest van 9 tot 6 sowieso. Okay. Vrijdag tot 8. En we hebben ook een website. Je kunt op Google's vinden. Hoe heet de website? Nijatelier Bijlen. Je kunt een website, maar als je Google kleding reparatie Bijlen zoekt, vind je ook ons. Via internet is heel makkelijk te vinden. We hebben ook een Facebookpagina, mocht je willen, kun je ook altijd kijken. Mooi, mooi. Echte ondernemers, ik hou ervan. Vind ik super. Het is ook wel echt een familiebedrijf. We doen het allemaal gewoon met familie. Dat is voor ons belangrijker dan dat je gewoon met je familie iets kan doen. In plaats van dat je voor iemand gaat werken of dat je moeite hebt. Voor ons familie is wel belangrijk. Ja, want je hebt ook nog een broertje, hè? Broertje heb je nou? Klopt, ik heb twee broertjes. Ja. Ja. En mocht het nodig zijn als een keertje te druk is of zo, dan helpen zij ook wel als in de winkel. Mooi, mooi. Actieve familie, mooi om te horen hier in Bijlen. Wat vind je überhaupt van Bijlen zelf? Je woont hier nou 17 jaar, je gaf het al aan, een gezellig dorpje. Vind je nog dat er wat moet gebeuren op andere vlakken? Of ben je heel positief over de omgeving, de mensen? Ik moet zeggen, ik vind Bijlen hartstikke leuk. Iedere keer als je bijvoorbeeld naar Den Haag of zo gaat, je komt terug, als je weer het bordje Bijlen ziet, ja, je krijgt wel het thuisgevoel. Ik moet zeggen, ik vind het wel fijn aan Bijlen. Ja, ja. Ja. Bijlen is hartstikke leuk. Je kan met iedereen gewoon leuk gezellig praten. Als je met iemand buiten loopt, iemand groet jou, je groet terug. Ja, ja. Dat vind ik hartstikke leuk. En ga je dan naar de grote plaatsen, ja, dat heb je niet meer. Nee. Ja, dat vind ik zelf wel prettig, absoluut. Ja, dus eigenlijk zeg jij ook van, omdat het klein is, elkaar ook gewoon helpen en ook gewoon niet zo groot, zeg maar, opgezet zoals in de grote steden. Klopt, je kent elkaar en zo elkaar een beetje helpen. Ja. Ja, kijk, bekende bijvoorbeeld meer mensen, zo, ja, iemand helpt jou een keertje, helpt anderen een keertje. Dus, klopt. Zo gaat het mooi samen. Dus ons kent ons, zegt ze. Ja, wat mooi. Dus, absoluut. Ja, ja. Dus wat is je toekomst? Wat wil je uiteindelijk doen verder? Of wie wil je hiermee verder voor jezelf? Voor mijn moeder en zo, ja, we hopen dat we straks verder groeien maken, dat we verder gaan. En bij mijn werk, ik heb daar ook best wel veel verantwoordelijkheid. En ik heb ook inmiddels zover gekregen dat als mijn collega de zaak stopt, dat ik de eerste persoon ben die het kan overnemen. Zo. Dus wie weet, misschien ga ik dat in de toekomst doen. Dus dat is eerst even afwachten wat de toekomst brengt. Altijd welkom bij ons in het programma. Is altijd positief, ja, absoluut. Dus wat mooi om te horen. Nou, ik hoop in ieder geval dat er veel reacties komen ook, want ze zitten er niet zo lang, nog ik denk ruim een jaar nu. Klopt. En hartstikke mooi dat je dat ook voor je zus en voor je moeder wil vertalen in die zin van wat ze allemaal doen. Dat is denk ik heel belangrijk voor ons om te weten, zeg maar. Nou, ik vind het heel fijn dat je ook ons uitgenodigd, dat wij ook altijd het verhaal mogen doen. Tuurlijk. Aan wat meer en brede mensen in Bijlen, dus daarvoor wil ik je heel erg bedanken, Niels. Altijd goed. En hartstikke leuk om en gezellig om met jou te spreken. Ja, ja, mooi man. Hey, heb je nog een boodschap voor ons in Midden-Drenthe? Want als je ons programma kijkt, dan weet je waar we altijd mee eindigen. Of weet je het niet meer? Of kijk je? Dat weet ik even niet. En heb je nog een boodschap voor Midden-Drenthe?
Nou, ik denk het belangrijkste dat we gewoon met z'n allen zo vriendelijk en moeten we altijd de positieve van elkaar zien. En als je iemand kan ergens helpen, moet je gewoon altijd doen. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. Voor de rest, ja, iedereen heeft even positieve en negatieve dingen, maar probeer altijd positieve dingen in het leven te zien. Ja, ja, ja. Mooi om te horen, mooi om te horen. Hey, ik wil je bedanken, jongen. Ja. Dit was op Pad met Niels. En ik zou zeggen, hoe heet het adres? Waar moeten ze heen? Ettenstraat nummer 5, tegenover de gemeente. Voor alle kledingreparaties, maak en vermaak van je kleding. Top. Hey Bas, dankjewel. Dit was op Pad met Niels. Volgende keer ergens anders. Ciao. En subscribe.